you follow some, follow some, follow some, follow some. Shut down. Now she see me. De dagen gaan echt veel te snel voorbij. Waarom zitten er maar 24 uur in één dag? Ik heb echt daadwerkelijk geen idee, ouwe. Wie ben jij? Begin ik nu echt al met mezelf te praten? Jaffa, Jaffa! Deze jongeman blijft 1 jaar lang in zijn straat. De Javastraat in Amsterdam-Oost. De mooiste straat van de Oranje. Zie hier, de Jaffa in de Jaffa Jaffa. Zo, zo. Maar met haar de drink is makkelijk voor mij. Maar jij probeert het bij. Ja, maar als je blijft, moet gewoon zo. Oh ja. 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 Zo. Zo. Van lange teugen. Zo lang, ja. Zo lang, zoals een saga. Ja? Zo. Ja, ja. Prima. Bijzonder, ik leerde vandaag shawarma snijden door niemand minder dan Shaban. Probeer maar. Die mes altijd gebruiken, niet met de handen proberen, de krachten altijd in de mes, dat gaat makkelijker. Ja, want ik merk dat ik heel erg... Ja, ja, ja. Maar het is als je gewoon met een zo. Als je gewoon later gewoon de mes boven naar beneden, dan gaat vanzelf gewoon. Dus nee, dat wordt niet hard bij jouw handen. Sinds 1985 is hij al eigenaar van deze tent. Het is dus 32 jaar en daarvoor werkte hij er al 3 jaar. Even 1980 werd ik alles van deze straat. Deze straat was echt, vroeger was echt een hartstikke drukke straat. Ja. En de mensen zelf ook waren goed. Nu, vanaf 1 jaar geleden, was begonnen die straat wilde verbeteren. Maar eerder was een tijdje is ook niet echt een goede straat. Ik durf wel te gokken dat hij een van de oudste ondernemers is in de straat die hier ook nog echt werkt. En die jongen naast hem, dat is zijn zoon Ahmed. En omdat zijn vader er ooit wel een keer mee gaat stoppen, is hij dan de mogelijke opvolger. De Jaffa Jaffa is de Jaffa niet zonder Jaffa. Ja, je bent van Jaffa Jaffa, je eet bij Jaffa. Ja. En vandaag had ik hem ingehuurd als cameraman en dat deed hij ook verrassend goed. Dus nou, misschien dat hij nog kan overwegen om een carrière als cameraman toch te beginnen. Helemaal doen. Ik ben wel helemaal kapot. Ja, ja. Zo? Kan niet meer. Nee, ik moet er doorgaan. Maar denk je dan wel eens als er 15 man over de vloer komt en ze bestellen allemaal shawarma, denk je dan, ach nee, daar gaan we dan. Nee, dat is... Ja, je moet gewoon ervaring voor hebben en het sneller doen. Kan je ze op je snelst laten zien? Ja, wel, natuurlijk. Kijk, hoppatee. En dan zit je geen kracht? Helemaal geen kracht. Dit is versneld hoor, dit is versneld afgespeeld. Ja. Dit is niet echt hoor, dit is niet echt. Van 0 tot 10, hoe vond je dat ik het deed voor de eerste keer? Voor de eerste keer? Ja, 6. Een 6? Ja. Nou, dat is voldoende, zo heb ik ook mijn VWO gehaald. Lennaba, hartstikke heel Denise. Welkom, rommelmarkt. Nou, vervolgens heb ik nog afgedinkt op de rommelmarkt. 5 euro. 5 euro, zou ik zeggen, is goed. Echt? 3 euro. En het buurkoppeltje Marit en Rijn van de klusjesitems kwamen ook nog gezellig langs. We want more. We want more. En hoppatee. Voordat je het weet is het alweer zondagochtend 8:30. Alweer nu op Jaffa Jaffa! Dit was hem weer voor vandaag. Hou me in de gaten, want komende week staat er iets bijzonders te gebeuren. Good morning everyone. Sowieso hebben we de bootcamp aankomende donderdagochtend 7 uur weer. Maar ik ga ook de hele week... Oh. Ga ik met de reinigingsdienst meewerken. Van die oude nieuwe winkels die zijn gekomen, ken ik eigenlijk bijna niemand. Maar van de nieuwe? Ja. Alle oude ondernemers die ken ik allemaal. Ja, ja, ja.